Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En ik ben vandaag weer met Isabelle en Mo. We gaan een video opnemen, sushi mukbang. En deze was echt super veel aangevraagd na de vorige keer van de McDonald's mukbang. En we hebben echt super lang te wachten. Ja, dus we gaan deze 7:30. Nou, we gaan lekker eten. We hebben allemaal dingetjes besteld. Dus we gaan het fijn pakken. Hier is de warme ding in. Het is 7:30 en dan is gegeten. Nee, ik eet wel altijd om 7:30. Ja, ik ook meestal wel. We hebben hier komkommer en geflambeerde zalm. Hier hebben we gefrituurde garnaal. Ik krijg het daar weer niet open. Boontjes. Dit is garnaal met krap eroverheen. Hier, oh, wat goed die saus. We hebben avocado, kip, garnaal. Hey, ze hebben deze heel raar gedaan. Dit zijn gyoza's. Zo. Ik denk dat het zo goed is. Verder zijn wij in een alcoholvrije maand. Dat is echt niet normaal. Ja. Voor ons. Dus we hebben 0.0 wijn. Ik ben heel benieuwd of het lekker is. Ik ook. Ik denk het niet. Nou, anders nemen we één glas en dan zo. Ik vind het heel bizar dat dit 0.0 is. Ja. Dat het dan toch naar wijn ruikt. Nee, maar meer wijn. Echt niet? Nee, het kan naar appelsap. Eigenlijk oh, misschien is gewoon een soort appelsap. Witte wijn is eigenlijk iets viezer dan appelsap. Oké, okay, nou, let's try it. Ja. Hele aparte kleur. Ja, wat denk je dat het naar mij ruikt? Ja, dus, nou, cheers. Dat ja, gewoon appelsap. Ja, gewoon appelsap. Nou, prima. Het is gewoon leuk voor de sfeer. Ja, het gaat meer om het idee dat we een beetje nog wat hebben. Ja. Dat is heel nep. Dat staat er ook een beetje short only. Ja, pastai. Dat is ook gewoon een soort. We hebben geen gember, maar gelukkig hebben we nog gember. Ja. Ja, maar niet erbij gekregen. Oké, het is. Gaan we de ene kant van de andere kant weinig? Zo. Dat is echt heel weinig. Dit is 2 sushi voor mij. 2? Nou, 2 sushi doken in deze bakje. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nou, zijn er gewoon 54. Dat is gewoon veel hoor, met drieën. Ja, maar het zit ook heel veel op elkaar misschien. Ja. Ja, maar deze zijn ook allemaal zo vullend. Dan... Ja, dat is wel echt zo. Gaan we beginnen? Wacht, ik wil gember nog. Ik ook. Die pastai die gaat er gewoon helemaal in weg. Pastai? Wat een waanzinnig pastai. Er staat pasta op. Pasta. Oké. Okay. Ik ben niet goed. Welke gaan we beginnen? Ik wil deze. Of een warme, iets warmer. Oh ja. Gyoza denk. Ja, gyoza. Mmm. Ik neem gember. Nou, eet smakelijk. Mmm. Eet smakelijk. Girls. Nou, deze is een beetje... Mijn papa aan het stoel. Het is wel heel erg overbelicht, of niet? Ja, misschien. Ja. Okay. Oh, dit was echt heel erg binnen. Piece zout. En gewoon zacht. Ja, maar het komt omdat het in zo'n zak zit. Deze zijn ook niet zo lekker meer. En die warme dingen kan je beter gewoon eerst eten. Ja. Maar dan kan ik doe altijd gewoon in de sojasaus. Oh, ze zijn echt maar knapperig. Ja. Dit is zo'n zure saus. Nou ja. Van McDonald's lijkt het een beetje. Nou, nou ja, daar lijkt het op. Nou. Zo is het lekker. Nou. Oh, kun je er zo'n zin in? Ik ook. Ja. Normaal. Ik zat eerst helemaal geen zin in. Nee, ik heb geen honger ook. Nou, misschien dan toch maar goed. Dat we zo lang moeten wachten. Ja. Ja, inderdaad. Oké, okay, ik ga een sushietje nemen hoor. Ja. Ik ga deze nemen. Dit is een... Hoe gaat het elkaar dit? Zo. Nee, dit is toch niet één ding? Jawel. Nou, dat krijg ik nooit in mijn mond. Wow. Nee, het zijn er wel 2. Oh ja. Huh? Dat is heel raar gegaan. Ja, dat is heel raar. Nou, cheers. Cheers.
We zitten nu echt midden in de coronatijd natuurlijk. Het gaat... Het is wel moeilijk om direct te pakken, hoor. Nee, dat is goed. Je zit niet door die avocado. Nee. Heel lekker. Zo, daar heb ik een stapje op gedaan. Ik ook. Maar ja, wij zijn nog steeds alleen maar samen. Ja. We kregen echt haat op de vorige keer. Ja, we kregen echt haat. Ja. Omdat mensen zagen dat wij nog met Estelle waren. Oh ja. Maar dat is mijn broers vriendin. Dus die is heel... Ja, ik had in mijn verhaal, maar wat in de sushi met ben gezegd, dat we alleen met elkaar waren. En toen later, dat weekend, had ik in mijn verhaal staan dat we ook met Estelle waren. Maar Estelle is gewoon een vriendin van de broer van Isabel. Dus ja, die was ook gewoon baseball thuis. Toen gingen mensen helemaal haten. Dus ja, is niks aan. Sorry hoor, maar die sushi kijk ik echt niet uit. Die. Andersom. Ja, sorry. Oh, ik had ook kip. Ik heb twee kip. Mm-hmm. Oh, dat had je beter gedaan. Dat kan niet, dat bestond niet. Geweldig vonden. Met die? Hé, hey, heb ik niet normale Evi? Ja, dat is deze, met garnaal. Je je mag geen garnaal. Dit is Evi, normaal. Nee, dat is kip. Ja. Oh nee. Huh? Ik weet het niet meer. Wat zit dan allemaal tonijn? Die ziet er ook lekker uit in het bos uit. Zo. Zo. Maar ja, hoe vinden jullie, hoe gaat het met jullie met corona en school en zo? Nou, wel goed. Ja, maar niet dat ik me verveel, want ik heb heel veel te doen voor school. Maar meer, ik krijg het ook niet terug. Scheur je open? Ja, scheur dit ook open. Ja, het gaat wel goed. Het is een beetje saai. We hebben een beetje ons ritme gevonden, want we sporten heel veel. Ja. Dat is echt heel goed. We hebben net op ons eten, dus zijn we lekker bezig. Ja, behalve nu. Ja, maar nu is het weekend, dus nu gaan we gewoon. Ja, maar als ook dit heel slecht is, weet je wel. Pizza mukbang. Ja, of McDonald's. Ja, en een slechte denk ik. En ik vind het nog lekkerder ook. Het is echt goede sushi hoor. Mm. Ja, dat wist ik niet dat. Ja. Ik denk dat het wat. Mmm. Het is heel lekker met die. Mmm. Heel lekker. Ja. Nou. Oh, nu andersom pakken. Nu andersom pakken. Ja, dat deed ik, maar toch in ieder geval. Deze is heel lekker. Even met je uivertje overheen. Ja. Ik ga deze proberen. Zie je lekker zwaar? Heb je al? Ja. Ook heel lekker. Het is krap. Maar die wasabi, ik denk dat het echt zo'n neppe wasabi is. Het heeft geen smaak, maar het heeft echt heel veel smaak. Ja. Kut, de thumbnail. Oh ja. Snel even de thumbnail nu. Die wasabi is echt pittig. Jongen, ik mis echt de wijn. Ja, ik doe een beetje soja erbij, want die wasabi is echt heftig. Wel lekker. Ja, heel lekker. Ik denk dat ik wat pijn denk, maar dan valt het voor tegen. Ja, daarom. Maar ik mis het niet of zo. Nou, ik mis het echt Nee, ik merk niet dat het zaterdagavond is, omdat we geen Nee, maar ja, je merkt sowieso niet dat het zaterdagavond is. Nee, ik merk sowieso niet dat het weekend is. Nee. De ene keer dat we die video opgenomen hebben. Ja, dat was wel echt een mooie avond. Toen was het fucking leuk, omdat we gewoon een andere keer. Dat gaat vanavond niet gebeuren, omdat we vanavond gewoon heel snel zo op zijn. Dat is waar. Ik ben niet zo geproefd. Welke? Die zalm, geplambeerde? Nee, nog niet. Helemaal koud. Ja, ja. Klopt. Zo lekker. Ja. Oh, ik heb helemaal niet met mijn telefoon het geluid. Maar nee, maar juist. Dan zou ik honger hebben geluid zijn. Ik kon niet meer. Ja, maar echt wel. Wat is California dan? Hier daarachter. Deze. Ja. Die blauwe. Maar, eigenlijk is dat dit best wel. Wat doe jij? Nou, is het dan best wel duur voor wat we hebben? Nou, maar dit gaan we gewoon opgeven, denk ik. Nee. Nou, mak, ik denk dat ik vanavond weer honger heb. Sorry, ik wil even niet blijven. Ja, ik heb echt honger voor het leven.
Ja, ik vind deze echt wat lekker. Dan is die sushi sakura echt veel goedkoper. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Super. Nou, ik heb echt, ja, lekker. Ik heb gewoon normaal. Ik proef niet zo heel veel, maar gewoon een beetje spicy. Is nog, ja. Deze is zo veel donkerder, deze. Nee. Ja, ik wil heel veel zwaarder. Nou, dat vind ik niet lekker. Ik ook niet. Overheen. Maar in het begin is het wel lekker, maar. Ja. Nou, in het begin is het iets te veel, maar daarna wordt het wel lekker. Bijna in de wijn. Oh. Nou, echt niks te vertellen of zo. Mm. Wij hebben nog wel. Ja, wij hebben nog wat te vertellen. Wel lekker. Nou, Sarah is een jaar geweest, maar we hebben van een cadeautje voor gehaald. Een microfoon voor op de camera, maar die paste niet. En nou, toen moesten we niet wat we moesten geven, dus nu hebben we een nieuw cadeautje voor haar gehaald. Oh? Nou, wat? Ik heb net stiekem meegenomen, de auto heb ik niet gezien. Nee? Nou, doe eens normaal, hè? Nou, wat leuk joh. Wat nou, leuk dan echt. Nee, ja, jij dan echt wat gaat dit? Ik was het nog cadeau überhaupt vergeten dat ik nog een cadeau kreeg. Ik heb eigenlijk ook niet meer met Bo gesproken, maar ik dacht opeens koeien. Nee, wat zei het van ik van het weekend? Ja, van Nou jongens, wat nee, je moet eigenlijk eerst deze kleintje doen. Oh. Nou, maar ik wil eten. Uit het echt heel goed is voor je huid. Ja. Toch, ik heb echt slecht huid opeens. Ja, ik zag het. Fucking weirdos. Zullen we weer zetten? Ja, ik denk dat dit zo'n cleaner is. Dat vind ik echt heel erg leuk. Yes! Ja! Nou. Er zit ook een massageborstel bij. Ja. Oh, hij is echt heel goed. Ja, heel chill. Ja. Ja, dat, ik zit de laatste tijd alleen maar dat soort video's te kijken. Ja? Ik ben heel erg geobsedeerd. Ja, ja, het is wel echt top hoor. Heel leuk. Ja, thanks baby. Nee. Nee, mag niet. Nee. Zo. Mwah, love you sister. Love you. Nou, wat een leuke verrassing voor de video. Ja. Ik denk. Ja, ik ben stil. Ik denk wat gebeurt. Ja. Ze is wel zwanger. Ja. Oh. Zo, als dat ze zijn. Zou ze dat wel leuk vinden. Ja, ze mag het. Ja. Zal wel grappig zijn? Nou, je leven is voorbij. In ieder geval niet gemeen bedoeld naar. Nou ja, dan heb je gewoon geen jeugd. Nee. Zo. Maar in ieder geval voor jou zou dat echt niet chill zijn. Oh, ik neem jou een avocado ook mee. Jongens, het is zo kut dat we niet uit kunnen. Nee. Ik zat net aan het denken, was me aan het klaarmaken voor de video. Het is echt sinds tijd dat ik me helemaal heb klaargemaakt. Normaal draag ik bijna wel. Ik ook. Ja. Toen dacht ik, wat nou als ik vanavond gewoon naar de supper kom? Nou. Ja. Echt, ik zou dood willen. Wil weer één zo'n zalm? Het is echt heel lekker hoor. Ik niet. Nou, als jij hem lekker vindt, dan zou ik hem helemaal proberen. Dan mag ik wel proberen. Ja, toch van zalm wel? Ja. Mag wel proberen hoor. Goed. Ik heb hier nou echt niet honger hoor. Ik ook. Hoe kan dat dan? Kost het 80 euro? Ja. Ja, 76 of zo, toch? Nee, 80. Want samen dat je van weer zo. Oh. Heel weird. Echt duur. Ja. Maar het is wel echt goed. Het is wel, veel lekkerder als sushi sakura. Ja. Ja. Daar kan alleen maar die. Ja. Maar komt in de buurt van de ijssushi. In de buurt. Ja. Door die dingetjes eromheen, lekker. Net als dit. Dit is nooit gehad. Krap overheen. Nee. Dat kon ik ook wel doen de vorige keer. Ik vind echt dat zelfgemaakte vond ik niet echt een heel goed gelukt. Nee. Ik vond het was een beetje uitgedroogd. Het lag natuurlijk bijna weer in de zon. Toen wij dat gemaakt was het niet helemaal lekker. Ja, maar toen had het veel sneller gegeten. Ja. Nu waren we echt de hele dag mee bezig, ja. Het was echt... Ik vond het echt koud daar. Ja, dat ook. Ik had die... Ik had die ochtend alsof ik niet geproefd of zo. Nee. Nee, hè? Geen smaak. Dat is geen smaak. Terwijl we echt heel veel hebben gedaan. We hebben echt het best gedaan, niet normaal.
Nee, maar ik had het zo kater toen. Nou had ik die ochtend ook nog overgegeven. Ja. Toen had ik nooit de volgende dag kots. Jij wel? Nee, ik de volgende dag niet. Die nacht kots ik altijd. Oh. Ik volg al heel vaak, maar de laatste tijd echt niet meer. Ik dus nooit. Hoe kan dat? Nee, dat heb ik nog nooit gekotst. Nee, wat lang. Nou, hoe kan dat? Ja, ik kan er zoveel tegen. Ik wil echt suiker wat je wil gewoon. Ja. Maar soms word ik wel snel erop hoor, maar dan... Ik, wat is dat nou? Hoor je? Is wel zo. Zoiets. Oh, ik dacht dat het niet klopte. Wow. Zo. Maar ik wil vanavond gewoon naar pizza. Ja. Ik ook. Ik wil echt gewoon een hardy hardy. Maar ook al is het gewoon met een klein clubje dat je even ergens kan dansen, kan feesten, even lekker bonken weg. Ja. Maar straks als alles weer open is, denk ik dat het niet meer leuk is om uit te gaan. Nee, dat wordt veel te druk. Het wordt zo druk. Mm. Want alle mensen die heel af en toe uitgaan, die gaan dan ook uit. Ja. Wat ik bedoel, het wordt dan echt, echt druk. Ja, waar de fuck moet je heen? In het buiten is het heel druk. Ja, in het buiten is het echt in één keer opeens open en iedereen komt bij elkaar. Tenzij iedereen gevaccineerd is, anders gaat het gewoon niet open. Ja, ik ben echt nog een jaar duren. Besef dat wij nog een jaar lang niet uitgaan. Dit is nog maar een maand. Ja. Nee! Ja. Nee, wel langer nu. Nee. Net een maand. Nee, net een maand. Ja, 15 maart. Net nu 18 april. Nou, op de verjaardag van je vader zaten we nog. Maar toen kwam het nieuws. Niet naar school toe. Toen kwam het van 1 uur school, toen ik ook niet meer te werken. En toen ging om 6 uur moest alle horeca sluiten. Toen van alles dingen. Oh ja, toen hebben we nog die sushi gehaald. Een soort net op tijd. Saar, Isabel, mag wat water van je? Ja. Tenminste, uit de kan. Wat zei je? Ja, mijn wissam is mijn speels op. Nee, de wijn vindt ze niet lekker. Ze maken gewoon een soort naar appelsap. Hier. Ik toch een wasabi? Huh? Waar gaat het allemaal over? Ik zou sowieso zeggen, maar ik zeg wasabi. Thank you, babe. Hij is gewoon echt zo weg te eten, alsof we 3 jaar niet hebben gegeten. Nou, ik heb maar één tosti. Ook ik ben ook een mukbang. Als ik naar een mukbang kijk, vind ik heel irritant als hij niet snel wordt gegeten. Als hij alleen maar gaat praten. Gewoon een beetje zo praten. Dan denk ik van, pak nou dat stukje sushi hier aan het opeten. Dus 3 uur zo. Ja. Met een duimpje. Maar nu heb je ook al 3 mensen, dus dan kan je echt naar, als één niet één, dan kan je naar een andere rekenen. Ja. Maar we moesten heel lang wachten in de Shaboe. Ik ben al zo lang. Wat voor mij wat op wie wil deze? Nou ja, maar die mag jij. Nou, ik heb niet eens meer sojasaus. Nou, daar is het toch? Ja, maar die is niet lekker. Ga je maar lekker zitten bij mij. Je had er nog een. Misschien is het nu wel lekker alleen als je sushi toe gaat nemen. Ja, dat sowieso, want nu proef je het nou. Dit? Dat ruikt echt anders. Maar misschien proef je het bijna niet eens. Dit is echt zo in te boppen, zo in ja. De bopgerecht. Mmm, lekker jongens, het is wel op. Hè? Dat het 80 euro was. Maar we moeten toch wel moeten tellen misschien. Ik dacht echt, nou we hebben zoveel. Maar dan hebben we voor hoeveel geld moet dat is niet normaal hoor. Maar sushi is sowieso wel duur. Ja. Gewoon Misschien hebben ze het wel duurder gemaakt nu. Nee. Ik had iets van 62 euro. Maar je kon niet, alles bestellen. Met mijn broer nee. Doen. Ja. Ook boven de 60 euro, en toen had ik ook één zo'n ding en een boom of zo. Maar toen had ik ook met z'n drieën, had je toch wel gewoon genoeg. Wil je die nog wel? Nu hebben we 80 euro, neem jij die maar. Nu hebben we 80 euro met z'n drieën en hebben we eigenlijk niet genoeg. Ja, weirdo. Dat is echt een nieuwe woord. Weirdo. Ja? Ja, ik weet niet. Vind ik wel leuk. Weet je wat echt... Ja, ik heb toch geen zin om op te lopen. Echt wat boom. Wat zeg je altijd? Hemel naar de gepper. Ja. Zit er bij de sushi te wachten? De boom. Hemel naar de gepper. Ja, maar ook gewoon. Nee. Dus zijn we gewoon iets van een spel. Nee, wat ik aan doen of zo? Of. We gaan de hemel naar. Wat zeg je? We gewoon. We zaten toen buiten of zo. Maar de pony. Ja, nee, op sushi. Spelen. Oh ja, nee. Uno. Ja, maar een pony bij jou buiten. Nee, maar ook Uno hier bij Saar buiten. Na het zien. Helemaal naar de gat.
Dat goed, Bo? Nee. Je mag de laatste. Ik hè? Jij mag de laatste. Nee. Wie mag de laatste? Ik heb al gemeld. Mag ik hem? Ja, je hebt al gemeld. Je zit toch wel bekend om je vriend te. Nou, dus ik ben wel 2 kilo afgevallen. Ik heb geen één komkommer op. Ja, die zijn nog in sushi. Ik heb echt geen komkommer. Zeg die wel, ik wel. Oh, maar heb jij wel een komkommer op? Ja. Hoeveel? 2 of zo? 3. Dat is ja, sowieso. Maar dat is ja, voor mij geen veel. Maar jullie hebben alle. Ja, maar het is op, wat gaan we nu eten? Huh? Zet Emma, nou, ik zie het wel echt dat we nog naar de Mac hebben. Ik heb wel genoeg hoor. Ja? Ja, ik heb ook wel genoeg. Maar ja. Je moet even laten zakken. Ja. Ja. Nee, en dan is nooit gaan vanavond nog een ijsje halen. Ja, willen jullie nog. Kijk, we zitten nu van. Heel vaak zitten we van: willen we een video opnemen? Maar wat voor video gaan we opnemen? Ja, ik weet echt niet wat. Ja, dan ga je maar weer mukbang doen. Kijk, jullie vinden mukbangs altijd heel erg leuk. Nee, ik zou tegen Saar, het is niet veel, want we hebben bijna elke video's mukbang. Ja, maar ik ben echt vaak aangevraagd. Oh, doe alsjeblieft een mukbang. Nou, eerst had je die van die KFC, toen die Mac. Ja. Ja, maar ik vind dat. Waar kijk jij het meest naar als je een video kijkt? Ja, naar mukbang. Ja. Mukbangs. Het smaakt echt naar. Appels op met bij. Zonder prik. Het smaakt het naar. Nou, ik kan heel goed te smaken. Het smaakt gewoon naar water ook. Oh, sorry. Maar ik ruik wijn en appelsap door elkaar. Nou, ik ruik gewoon naar de wijn, want je ruikt de wijn. Als... Ja, het is inderdaad Hugo zonder prik. Ja. 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 Dat is ook gewoon appelsap door elkaar. Ja. Een soort appelpeach. Ja, ik zit eigenlijk helemaal niet meer vol, eigenlijk nu niet. Ik kom nog wel schouw op. Okay. Je hebt zin in een ijsje. Ook wel. En dan gaan we die toch ik halen. Ik heb wel een soft ijsje, maar dat hebben ze natuurlijk niet. Misschien hebben ze dat wel. Wie? Soft ijs bij de krent. Ja. Waarom? Ja, dat hebben ze ook. Ja. Oh, zo tof. Ja, ik denk dat we die video gewoon maar afsluiten. Hoe lang is het nu? Nou, ik had net 21 minuten. Oh. Dat zijn wel een half uur. Ja, of van. En hier is het heel. Wat gebeurt er? Ik zat hier aan het eten, hè? Ja, ik zat een stukje gember op te eten. Nou, het zit gewoon zo een brok. Zo ging heel rood. Het ging heel rood. Nee. Oh, die mag ik eens geven. Ja. Daar ben ik massa. Oh my god. Oh, kom eens. Ik zag opeens een hoofd uitsteken. En ik heb heel vaak sowieso dat ik dingen in mijn hoofd. Eet, dat komt een zweem of zo. Heart attack. Oh mijn god, ik stond. Volgens mij is jouw bad zacht, Isabel. Ja, allebei, alles zacht. Moet je opkomen voor. Ja, dat heb ik al gedaan, maar hij wordt weer zacht. Dan is hij leuk. Ja. Zit er een spijker in? Moet je kijken? Ik zeg nou keer, je moet hem even bij Van Vliet brengen, maar zeg je als... Stel jezelf eens voor. Omlaag, want je ziet je hoofd niet. Nee, dat wil ik niet. Oké. Okay. Hoofdles. Dit zijn mijn 3 dochters. Ja. Allemaal een beetje dezelfde leeftijd. Zijn geen drieling? Zijn ze? Dat denken mensen meestal. Nou, mensen denken echt dat we zussen zijn. Want dat zussen zijn zussen. Denken ze echt dat we zussen zijn. Echt waar? Ja. Ze zeggen altijd van, maar jullie zeggen dat jullie zussen zijn, maar jullie praten over verschillende moeders. Ja, dat kan toch? Ja. Dat zou wel kunnen. Zelfde vader. Ja. Hey, daddy. Jij gaat met 3 chicks Dus, we hebben een idee bedacht. Wil jij een shout-out in de volgende video? Dan moet je kijken, zeg maar, hoeveel stukjes sushi iedereen heeft gegeten. Dan moet je dat optellen en moet je in de comments plaatsen. Ja, en dan ga je echt niet misschien echt wel eten. Maar zijn veel. En likes heb ik gewoon zitten vreten, maar ik eet gewoon alle restjes op. Dat ging ik ja, misschien heb ik wel het meest gegeten, misschien ja. Wel. Ja. Misschien heeft gewoon één iemand misschien echt heel weinig en de ander echt heel veel. Ja. Nee, ik denk dat het een beetje gaan eten. Ja, dat kan niet anders. Okay. Nee, bonen hoeft niet. Nee, die gyoza en die ding ook niet, toch? Nee. Nee. Dus, nou, ik ben benieuwd. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je de video nou leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Geef een blauw duimpje omhoog als je ook vaker een mukbang met Isabel en Bo wil. Of een ander soort video. Laat het ook weten in de comments. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat is een andere video. Blijf me niet echt Dus het lijkt alsof we heel veel eten. Terwijl gewoon door de week is gewoon echt gezond eten. We eten echt gezond. En we zijn heel veel aan het sporten. Dus maar die video is alweer 2 weken geleden hoor. Dus ja, of langer zelfs. Ja. Nou, vergeet ook natuurlijk ook niet te volgen op Instagram. Isabelle DH laagstreepje. Saar Verwoerd en Bo laagstreepje Profiet.
En vergeet natuurlijk niet op mij te abonneren. En vergeet de notificatiebel niet aan te zetten. Want dan krijg je melding binnen als ik een nieuwe video plaats. En dan vind je meer video te missen. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye. Doeg. Ik zit echt alleen maar naar. Ja, ik ook.